Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag opening de vlog hier in de auto. Dat deed ik 2 jaar geleden precies ook zo. Want dat was mijn allereerste vlog, dus dat is super toevallig. Maar dit keer heb ik weer mijn toneelweekend. En dit keer is het best wel speciaal, want het is Jamie haar eerste keer. Wacht, Jamie, kijk even om. Oh. Ja, Jamie haar eerste uitvoering en mijn laatste uitvoering bij de jeugd. En we spelen samen in het toneelstuk. Ik zal straks nog wel eventjes allemaal uitleggen waar het over gaat. Want het is dit keer wel een lachwekkend stuk. Dat is super leuk. Ik neem jullie een beetje backstage mee. Hoe voor we gaan bereiden en haar krullen en alles. Smink, jullie gaan het allemaal zien en ik neem jullie dit weekend mee. Oh, de camera is de zonsondergang heel mooi. 3, 2, 1, mijn outfit is prachtig. Oh ja, ik ben er al. Daar ben ik, Gietje. Kijk hoe mooi. Gelukkig heb ik niet heel erg make-up op. Je hoeft niet echt close-up te showen met Chantal. Dat is ook weer niet nodig. Ik sta hier met Chantal. Die kennen jullie misschien nog wel uit de vorige vlog. 2 jaar geleden. En, 2 jaar alweer. Bijna 2 jaar geleden. Heel lang. We zullen even uitleggen waar het toneelstuk over gaat. Want jullie gaan vast ook stukjes zien. Dat is wel leuk. En het gaat over... Oh, nou, het is een herberg. En het zijn allemaal sprookjesfiguren. Maar... Het zijn geen normale sprookjesfiguren. Het zijn allemaal een beetje gek. Ik ben namelijk wel Gietje van Hans en Gietje. Maar ik ben helemaal wous. Want ik heb een tik overgehouden aan het snoephuisje. Ik heb te veel gegeten. En ik ben helemaal gek. Ik ben psychisch in mijn hoofd. Ja. Ik word later ook dronken in het tweede deel. En ik... mijn keizer van de Kira van de Keizer, maar dit keer niet naakt. Gelukkig en ik geef een feestje en iedereen komt op mijn feestje. Alleen het is een beetje een drama, want ik ben een beetje labiel qua emoties. Dus dat is en gekke top. Kleding. Ja, deze valt nog mee. Ja, dit is echt het wordt nog erger. Ja. En ik heb nog geen make-up op, dus dat is positief. Ja, en dus, maar het wordt een heel drama, dus jullie gaan het zien. Even, kom op. We zijn een stoer en dapper stel. 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 Foutje, bedankt. Stom, stom, stom. Dom, dom, dom. Huh? Ik snap het niet. Ja, ja, achter de stuk van ons worst. Zwemmelen. B. R. O. O. T. Prooi. Prooi. Gaan nu naar huis. Zon nu maar lekker op. Gaan nu naar huis. Oh! Oh!
Jongens, het is pauze. Ja, en we gaan zo ontkleden. Hoe ging het? Ja, we zijn wel goed. Bas heeft me gered. Wat? Dat is Bas. Maak kennis met Sleepy. Dat is heel raar. En Hansje, dit is mijn Hans. Die verzorgt mij hartstikke goed. Toch is Sleepy, gaan even wat drinken. Oh, Sleepy gaat even wat drinken. Ja. Maar het ging best wel goed. Ja. Straks ben ik dronken in 2020. Joh. Lijkt een beetje ook, maar hoe ging het met jou? Ja, op zich wel redelijk eerste keer stressen, maar dat was wel weg. Mm-hmm. En tweede keer fucking veel geïmproviseerd, maar toch iemand... Ik heb wel een leuke flits hier. Maar toch niemand heeft dat door. En nu even drinken en eten en dan gaan we omkleden, want het wordt nog heftiger. Maar ik hoef niet om te kleden, maar jij wel. Ja, het wordt nog leuker. Paars op blauw wordt vervolgd. En goud. Ook nog goud. En roze. Nou, doei! De uitvoering is voorbij, Chantal. Oh, hoe ging yeah. Het ging best goed, ja. Gewoon onze normale hakkelende stukjes, maar dat hoort erbij. Ja, ja. Het ging beter dan ik had. Ja, en nu nog eentje. Dit was ons ene laatste stuk, zeg maar. Dat was s'avonds spelen bij de jeugd. We zijn samen begonnen, hè? En nu eindigen we ook samen. Ja, ik denk dat ik een bril neem. Ja, dat zou ik ook doen. En morgen nog één keer. Ja, ik heb helaas niks gedaan. En dan neem jullie weer mee en dan gaan we ook weer even een tour doen. Ja, dan laten wij... Nee. Ik heb nog geen tour gedaan. Morgen zal ik even een tourtje laten zien van het podium met Keizer en Gietje. Yay! Leuk, we nemen jullie mee. Dus blijf kijken. Dag, tot morgen. Na de reclame. Tot morgen. Zo, het is zondag en vandaag is de tweede uitvoering. Ik ben even aan het ontbijten. Even hartstikke mooi perfect opgemaakt. Normaal hussel ik het gewoon door elkaar. Maar goed. Het was hartstikke leuk. We hebben allemaal genoten. Ja, we zijn net wakker, dat kan je wel zien. Ja, dat kan je wel zien in mijn hoofd. Maar er komt straks weer een lekkere laag cake make-up op, zo heet dat. En ik neem jullie weer eventjes lekker mee. En dan gaan jullie het vanzelf zien. We zijn er! We gaan de ingang in. We geven jullie een rondleiding. Yes! En, we zijn nu in Corona, in Langenaar. En dan komen we nu in de zaal. Gewoon draaien. Oh, jij draait de camera gewoon op. Er zijn echt zoveel publiek. Echt, jeetje Mina. Niet te geloven. Dan hebben we daar Bas. Het podium. Zwaait Bas? Bas zwaait. Gaan we even de trap op. Is nu iedereen erbij? Daar hebben we Aspoester. Hoi. Hi. Ga je gewoon, Keizer. Ja, maar nu ben ik nog geen keizer, hè? Backstage, op het podium, heftig. Hier heb je een heel klein paadje. Ja, dit is wel krapjes. Maar daar kan je staan als je wil. Kom hier binnen. Het raam. Ja, dat is niet zo heel bijzonder in dit stuk. Nee, dit... En dit is wel bijzonder. Dit is namelijk het hoekje van de wc. Maar je ziet hier twee bordjes en nog een derde. Want dit bordje, een... Genderneutraal. Genderneutraal wc, ja, dat doen wij hier. Wij, Hans is genderneutraal, dus vandaar. Ja, en ook een soort van. En dit is de spiegel van? Keizer. Hier sta ik echt 3/4 van het stuk volgens mij. Ja. Naar mezelf te kijken. Geweldig. Helemaal mooi, helemaal leuk. En dan is hier de bar. Oh, hier heb je het lekkere, het is echt zo'n snoezelig gordijntje. We hebben hier de riem en ruimte waar we moeten wachten. Kijk, zie jij die paarse legging hangen? Die is van mij. Yes! Ging even mis hoe ik hem ging gooien. Maar hij hangt heel mooi. En wat gaan we nu doen? We gaan omkleden. En dan gaan we de make-up in. En dan gaan we nog even tekst leren, denk ik. Nodig hoor. Prachtig groen. Ik ga nu Jamie haar vlechten. Vlechten? Ik heb zelf vlechten in, bedoel ik. Krullen. Edwin een treintje. Leuk. Nee, ik heb altijd stress voor de uitvoering. Ja. Ik niet. Ik ben ook niet zenuwachtig. En dit jaar helemaal, want ik zeg maar een soort van belangrijk ben. En nu mijn make-up is lekker on point. Ja, heel mooi. Maar ik ben nooit zenuwachtig. Als ik 1 seconde voordat ik ontmoet, dan denk ik even shit. Ja. En daarna is het helemaal voorbij, want ik ben toch gewoon wel leuk in deze show. Welkom. Feestje van Keizer. Yay! Hi, nu hebben we de eerste feestgangers! Gezellig! Oh, even wat snel zeggen. Ik ga mijn hand. Ja, ik vind het gezellig, maar ik ben wel een spannend. Ja, dat weet ik, maar ik ga even wat snel zeggen. Kan je ook gewoon iets van jou, toch? Ja, een hoedje, boven. Dat was even een wit, hè? Jullie vinden het wel geen wit. Nee.
anders doe ik me zo naakt, dan heb ik van mezelf niet. Dorst, ik heb zo'n dorst! Hoi, Grietje, leuk dat je er bent. Ja, ik vind het zo leuk. Een feestje van mijn poesje! Beste mensen, Sneeuwwitje heeft een belangrijke mededeling. Toch, wat doe je niet doen? Dit is nog niet op iets wat iedereen hoort te weten. Nee, toch, waarom doe je dit? Waarom zeg je het? Ik heb een probleem met jou van gelijk in de grote klok. Dat komt omdat hier het hele sprookjesland in één keer op je duimen van kan vallen, ja? Door een roosje van de vrouwen. Hoe sliep ik niet doen? Dat kan ik toch ook niet weten? Voor ik heb dit nog nooit er op gedaan. Dus geen eens terug naar huis. Ik moet snel weg naar komen. Mijn naam is Ayla. Ayla kan je verstroom. Verstroom? Voor de evil! En wie wil er eigenlijk nog wat te drinken? Ik zie dat de glaasje zo weer aardig is. Ik wil wel. Moeten we nog wat afwachten? Ja, en meer gewoon. Niet. Hierbij zijn jullie allemaal uitgenodigd. We zullen officieel hier in hebben door trouwen. Daarna zullen we een week lang mee doen. Hartstikke bedankt. Jeugd. Nou, Griekje en de afterparty. Meneer Gabriel. Hallo? Water. Ah. Nou, dat was het weekend. We hebben nu mooie rozen. Ja, het ging best wel goed. Ja. Oh, leuk feitje. Hè? Mijn moeder dacht leuk te zijn. Dacht even wijn bij mijn ijs zitten gooien die ik in één keer achterover moest plakken. Heel lang. Yes. Maar ze zal. Ik vond het geweldig. Ik vond het leuk. Ik vond het fijn. Knuffel. En dit was onze laatste voorstelling samen. Ja, en nu gaan we uit elkaar na 5 jaar. Nee, was geweldig, was leuk, hartstikke leuk. Jongens, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Hopelijk vond jullie het leuk om te zien. Abonneer, laat een reactie achter wat je van ons vond. Ja. En dan zien we je bij een volgende video. Doei!